moeten ze die opdracht toch zelf regelen? We hebben geen instructeur, geen vrachtwagen. Wat staan we hier nou niks te doen dan? Heb ik al gedaan. Ja, top geregeld. Goed gedaan, zeg ik. Mooi. Even. Ik ben Dries. Dries. Maar is dit gewoon hetzelfde als een auto, maar dan wat groter? Nee, het is wel even wat ingewikkelder dan een auto. Ja. Je hebt wat meer versnellingen en je bent wat breder, je bent wat hoger, wat langer. Het oversteken van kruispunten en naden van kruispunten en het schakelen. Het is toch even anders dan een personenauto. Joop hier? Die kan het al. Ja. Waarom ik heb je, het al heel lang niet eigenlijk dat rijbewijs? Omdat je soms op de grote reportageauto moet rijden. En daar heb je dat voor nodig? Ja, die is boven de 3500 kilo. Weer, ja, door de zeers. Ja. En van de zeers, kom je dus weer. In de morgen stap ik in mijn kar. Je zit nog weer terug in de vier. Dan ga je dus helemaal terugschakelen naar de buitenversnelling. En dan laat je ook rustig de wandeling los. Nou, ik laat je het zien. Dat is echt weer vrouwenlogica. Ja. Ja. Voor de weekopdracht moeten we vanmiddag 2 doeltjes afleveren aan de Apollolaan in Oude Pekela. En ik heb Jannie aan de lijn die de aanvraag gedaan heeft. Jannie, het komt helemaal goed. Hey, toppie. Goed, hè? Super mooi. Ja. Ik vond jullie al in feite de hele morgen. Ja. En op de radio. En ja, het is echt top. Wij zijn vanmiddag rond een uur of half drie, 3 uur zijn we bij jullie. En dan gaan we een feestje bouwen. Oké. Oké, hartstikke goed. Ja. Tot straks, Jannie. Okay. En doe. Trouble, trouble, here is you. Where they landed. Ja, je moet nou even gaan keren. Ja, hierin? Ja, we gaan even rechtuit. Oh, rechtuit. Okay, ja. Ja, en dan gaan we even achteruit, ja, deze zijstraatje. Ja. Heaven in my head. Drie, zoals we moeten even doen. Goed, op naar Pekel. Voor de doeltjes en een mooi feestje. Dat is de opdracht, hè? Dus die kant op. Oké, Peter? Ik ben er klaar voor. Ja. Ga maar even proberen hier, hè? Wat lekkers bij het feestje. Absoluut. Kom bij mij naar de casino, natuurlijk. Regelen we wat. Laat me even mee. Dankjewel. Dries, kan de klep ook even open? Hoe werkt dit? Voetbalveldje voor de jongens en meisjes van de Apollolaan allemaal in gang gebracht.